Op de school heeft het bedacht dat wij mogen hier helpen met de mozaïeken. Mogen we een uurtje hier gaan helpen. Dat is wel heel erg leuk. Er wordt weer hard gewerkt aan de Tielse stadsgracht om de mozaïeken op tijd af te krijgen voor de opening van deze Tielse folklore. 22 organisaties maken elk een mozaïek van groente en fruit en zorgen vanaf donderdagavond voor het idyllische plaatje. Vooral 's avonds geeft het de stad een sprookjesachtige uitstraling waarvan velen genieten. Sommige mensen vinden het gebruik van de producten verspilling van voedsel, maar ook hier heeft de organisatie aan gedacht. We krijgen elk jaar weer die vraag van de verspilling. Gaan contacten leggen met twee bedrijven in Nederland. De verspillingsfabriek onder andere in Brabant. En daar zie je al dat we fruit, restfruit, wordt gebruikt, gerecycled. En wordt gebruikt bijvoorbeeld om tassen van te maken. Dus kun je volgend jaar een biologische tas kopen van het restafval van het fruit van het fruitcorso? Dat zou zomaar kunnen inderdaad, ja.